Dit is een heerlijke pastinaak bloemkoolsoep. Allereerst verhitten we daarvoor de olijfolie in de pan. Daarbij gaat dan de geschilde pastinaak die je in stuk hebt gesneden. Bloemkool en ui, die bak je dan afgedekt gedurende 10 tot 15 minuten totdat ze zacht zijn. Dan rooster je de venkelzaden in de pan. Die wrijf je in de vijzel fijn. Daar gaat korianderpoeder bij. Vervolgens doe je dit bij de geroosterde groenten. Vervolgens voeg je knoflook, gember, groene peper en wat kurkuma toe. Dit bak je nog 5 minuten mee. Vervolgens voeg je het rasp en het sap van de citroen toe, samen met de bouillon. Dit laat je dan ongeveer 25 tot 30 minuten zachtjes sudderen tot alles gaar en zacht is. Dan pureer je tot een dikke soep. Als het te dik is, voeg je eventueel nog wat water toe. Breng een smaak van peper en zout en eventueel wat citroensap. En je bestrooit het met wat gehakte koriander. Eet smakelijk!